Woensdag, het is 28 oktober en vanaf vandaag kan je in de bioscoop gaan kijken naar de allereerste Vlaamse Sinterklaasfilm, Ay Ramon. Sinterklaas kan aan zijn zeereis beginnen. Start de motor. Ik ben Ramon Iglesias. Ik moet met het paard naar Sinterklaas. Is het paard van Sinterklaas hier? Dat paard is nu van mij. Ontvoerd? Ja. Ontvoerd, Sinterklaas. Daar, professor, daar! Hier duidelijk, hoef af het gukken van slecht weer vandaag. We zijn op het goede spoor, man. Zwarte Piet had gelijk. Voilà! Of ik maak soep van dat paard! Ay Ramon dus. Het scenario werd geschreven door Hugo Matthijs en de film werd geregisseerd door Stijn Konings. En die zijn hier nu toch wel toegekomen. Zeker. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat jullie hier zijn. Ay Ramon. Stijn, waarover gaat de Sinterklaasfilm? Wel, Ramon gaat elk jaar met het paard van de Sint over land naar Antwerpen, vermits het paard anders zeeziek wordt. En ja. Er is een zeker tikkelotje. En die heeft een theatertje en dat werkt niet meer. Daar komt geen volk niet meer naartoe. En die zoekt dus een fantastische artiest. En dus die Ramon is ook een geweldige Spaanse zanger. En dus Tikkelotje laat haar oog daarop vallen en ook al de rest. En dat wil zeggen dat de Sint en het paard en iedereen in de problemen komt door Tikkelotje. Door Tikkelotje en ook door die Ramon die zich een beetje laat... Absoluut, leiden en verleiden. Ik kijk er nu al naar uit. Hè. Want in Nederland zijn er al wel wat Sinterklaasfilms gemaakt. Maar dit is de allereerste Vlaamse film. Waarom heeft het zo lang geduurd bij ons, Hugo? Ik denk dat dat te maken heeft met wetten en praktische bezwaren die tussen droom en daad staan. Is dat? Uiteindelijk toch lukt. Ik heb er geen verstand van. Ik denk dat het niet zo evident is om een kinderfilm... gefinancierd te krijgen. Ah, vandaar gewoon. Ah ja, oké, echt praktisch. Zo simpel. Ah ja, oké. Dat is niet psychologisch of zo, gewoon echt. Ja, ook natuurlijk. Ja. Daar moeten we het niet over hebben misschien. Nee, oké. Je bent ook de bedenker van Dag Sinterklaas. Ja. Je hebt in je leven al enorm veel geschreven. Maar dit was het eerste scenario toch voor een langspeelfilm, hè? Ja. En, hoe was het? Dat viel geweldig mee, want op het begin bestaat geweldige software voor om filmscenario's te maken. Dat maakt dat heel overzichtelijk. En daar is eigenlijk een kwestie van, je moet wat vol tikken. Een bladzijde is daar in principe 1 minuut, dus ja. Over de timing moet u ook al niet te veel aantrekken. Ah ja, gewoon dat rekent voor u eigenlijk. En dan was het voor mij vooral een kwestie van dan nog wat muziek erbij te verzinnen. En die muziek is eigenlijk gemaakt, we moeten daar eerlijk in zijn, door de voltallige Clement Perens Exposition. Die zijn er ook weer bij, feitelijk, eigenlijk. Ja. Ah ja. Maar het is dus deze keer heel kindvriendelijk. Een kindvriendelijke rockfilm met over Sinterklaas. Met akoestische gitaren enzovoort. En dus de rest van het werk heb ik laten opknappen door Stijn Konings, die daar bijzonder goed in is. Ah ja, dus is dat dan het vuile werk dat jij hebt moeten doen, Stijn? Gewoon al het werk. Ja, ik ben eigenlijk een verzamelde kuisploeg, zal ik zeggen. Nee, oh, maar wow. Hugo had een geweldig idee. Hij dacht, ik ga de Sint laten zuchten. Hm? En voor de rest trek je plan. Hm? Maar nee, het is... we hebben het... het heerlijke plezier al gehad om aardig wat avonturen samen te doen. Ja. Te beginnen met de Pullengaleizen destijds. Ja, ja. En de cast en het gezelschap rond en van de Sint nodigt op zichzelf al uit om daar iets meer mee te doen. En dus de fantasie komt eigenlijk ook natuurlijk uit het brein van Hugo, maar ook uit het vervolg van al die personages die al jaren gegroeid zijn op Ketnet en zo... Ja. Een eigen leven zijn gaan leiden. En dus, voordat je het weet, stromen die dialogen daar vanzelf uit. Dus, maar ik veronderstel dat het vertrouwen groot was tussen alle partijen. Want jullie kennen ook de acteurs en zo. Jullie kennen elkaar al jarenlang. Ja, de meeste personages liggen al jaren vast. Mm-hmm. Dus dat maakte het natuurlijk wel eenvoudiger. Jullie moeten veel gelachen hebben ook, tijdens die opnames. Ik toegeven dat het grappig was natuurlijk ook. Als het gaat over Sinterklaas, over Zwarte Pieten, Jan-Jaap zit erbij, dat is een Nederlander. In Nederland gaat het daar heel heftig aan toe, hè, Jan-Jaap? Ja, dat blijft bij ons een enorme discussie. Maar die discussie die voeren jullie hier niet. Dus dat is dat wij goed. Voeren die wel, maar... ik heb soms de indruk, ik heb een tijd geleden, ik ben daar een week geleden mee gestopt, ik heb gedurende een dag of 10 de gewoonte gehad om elke ochtend even Zwarte Piet te googlen. En als je dan kijkt wat er in Nederland gebeurt, dan heb je het gevoel dat daar
dat land op de rand van een burgeroorlog staat. Mm-hmm. En er gebeuren echt waanzinnige dingen. Bijvoorbeeld, ik denk dat het de supermarktketen Albert Heijn is. Die hebben dan speciale tips voor als een klant, hè, de uitdrukking Zwarte Piet laat vallen. Wat moet er dan gebeuren? Hè? Ja. En er is dan één... Dat is een rampenplan die afgekondigd wordt. Zoek dekking. Hè? Of ga tegen een muur staan, zodat dat rugdekking overbodig wordt. Twee, bel onmiddellijk de security. Drie, kijk uw opposant niet in de ogen. Nee. En vier, blijf rustig ademhalen. Ja. En dat wil zeggen, geloof ik, drie tellen inhalen. En twee inademen uit. En vier tellen uitademen. Uit. Ah, ja. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat je moet doen als je een beer tegenkomt in het bos. Dat is eigenlijk één op één, hebben ze dat overgenomen. Ah, ja. Dat is goed, dat gaat nu over Zwarte Piet. Maar het is daar echt waanzinnig. En bij ons... Want jullie hebben de Zwarte Pieten toch ook een beetje aangepast? We hebben die lichtjes aangepast. Dus om het heel kort door de bocht te formuleren. Je zou kunnen zeggen dat... De klassieke Zwarte Piet, dat toch een beetje een namaak Afrikaan was. Ja. Alles wat die indruk zou kunnen wekken, dat hebben we veranderd, omdat nu eenmaal de tijden zijn veranderd. Mm-hmm. Maar ik moet er wel bij zeggen, toen wij met Dag Sinterklaas begonnen, hebben wij ook enorm veel veranderd. Maar toen was er, godzijdank, geen internet, waarop iedereen stond te roepen en te tieren. Want we hebben bijvoorbeeld het kruis gewoon van de mijter gezwierd. Ja. Er werd ook niet meer gesproken over het feit dat het Sinterklaas een heilige is. Volgens sommigen woonde die in de hemel. Ah ja, maar daar kwijde geen ezel, haan naar. Heette die knecht eigenlijk Nicodemus enzovoort. Huh? En daar is wel wat beroering over geweest in de loop der jaren, maar dat was altijd wat een beetje aan marge. Ja, voilà. Het internet. Het is allemaal de schuld van het internet. Maar ik moet erbij vertellen dat nu dus die film is uitvoerig getest op kinderen en er is werkelijk geen enkel kind dat daarover heeft gerept. Kinderen zijn ook een beetje dom wel, hè? Ja, daar moet ik nog even over hebben. Ze krijgen gewoon cadeaus. Maakt niet uit hoe die man eruit ziet. Ze krijgen gimme, cadeaus. Gimme. Ja. Maar Sinterklaas moet ik toch even meedelen. Sinterklaas heeft vernomen dat er volwassenen zijn die hun kinderen kleine fuckers noemen. Dat schijnt wel eens voor te komen. En hij raadt die aan om voortaan misschien uitdrukkingen als kleine rakkers, belhamels of deugnieten. Ah ja, dat is wel interessant om te weten. Dus iedereen die dat hoort... Dus we mogen... We mogen toch in een toestand verzeilen dat Sinterklaas over twee weken op het balkon van het stadhuis zit. Ja, moet het er. Ik heb goed nieuws. Er zijn dit jaar geen stoute kleine fuckers. Dat zou weinig geloofwaardig overkomen. Oké. Stijn, als we het dan hebben... Daans, Sir Sourier, Rocco Granata, Sinterklaas. Is er een mythische figuur waar je nog eens graag een film over wil maken? Goeie vraag, ja. Maar ik denk dat het... misschien komt Sinterklaas nog wel eens aan bod opnieuw, maar we zullen zien welke mythische figuur, weet ik niet. Misschien Hugo Matthijssen, tegen dat hij een mythe is geworden. Ah ja, oké, dat is goed. En aan Hugo toch ook nog. Toen ik dan bij het begin van dit uur vertelde dat jij langskomt, dan worden ze zot, onze luisteraars. Hè? Dan denken ze altijd, Ellie, die sms'en, dat stroomt hier ook binnen. Ah, die stem, dat is het Leugenpaleis en zo. En dan wordt er natuurlijk meteen ook gevraagd, mogen we alsjeblieft nog eens Crucified van Army of Lovers? Ah, geweldig. Voilà. Kijk, dat is een eigenlijk... Brussel luisteraars zijn werkelijk de... Ja. De meest met een goede smaak gezegende luisteraars ter wereld. Ze snappen het helemaal. Oké, dat is goed. Ik ga die spelen. Ik ga ook met die kleine rakker van mij ga ik zeker naar jullie film kijken. Ik hoop dat iedereen dat doet. En ik zou die kleine rakker ook toch minstens een keer of twee per week Crucified laten horen. Vlak voor het slapen gaan. Dan komt het dat goed. Dat gaat ook uw levenskwaliteit ten goede komen. Bedankt voor alles. Hugo Matthijssen, Stijn Konings. Dank u wel. Veel plezier met de film.